Volgens advocaat Hugo van Stijn, die niet voor onze camera wilde reageren, is het Stationsplein niet geschikt als evenementenlocatie. Bovendien zegt hij nu al veel last te hebben van alle voorbereidingen voor het grote huldigingsfeest van de Olympiërs. Hij is bang dat hij de maandag als werkdag af kan schrijven door de mensenmassa die daarop afkomt en voor de herrie die dat met zich meebrengt. En daarom stapt hij naar de rechter. En dat is onzin, zeggen de Bossenaren. Ja, vind ik waardeloos. Die moet een beetje meegaan met de euforie die nu in Nederland heerst en mogen best ook meegenieten. En vooral ook anderen laten meegenieten die er wel gebruik van willen maken. Vind ik een beetje te veel aan zichzelf gedacht. Moeten niet zeuren. Ja, het is één keer toch dat ze hier komen, dus daar moet je een keer een uitzondering voor kunnen maken. Ja. Ik vind niet, als je er één keer in de vier jaar voor de Olympische mensen die binnenkomen voor die medailles, want ze doen het al goed. Als ze die dan wat tegenwerken, vind ik niet terecht, nee. De gemeente zegt dat het onmogelijk is om het iedereen naar de zin te maken. Bovendien hebben ze de afgelopen maanden met iedereen overleg gehad over het huldigingsfeest. Ook met het advocatenkantoor. Een ander advocatenkantoor aan de overkant van het plein snapt alle commotie niet. Ik vind het opmerkelijk, omdat wij op zich geen last hebben van de voorbereidingen die nu gaande zijn. Althans niet zoveel last dat we daardoor niet zouden kunnen werken. En het zou jammer zijn als het evenement geen doorgang kan vinden omdat er tegen de vergunning opgekomen zou worden. Al schat ik de kansen daarvoor vooralsnog niet bijster hoog in. Deze advocaat maakt zich er dus duidelijk niet druk om. Ook hij gaat maandag gewoon aan het werk. Dan maar even een middagje wat minder productief. Voor u is die maandag nog steeds een gewone werkdag, alleen met een feestelijk randje. Ik sta hier 's ochtends gewoon weer om 7:45 op de stoep om mijn werk te doen. Maar om 3:00 gaat de vlag uit en gaan we er een klein feestje van bouwen. In ieder geval is de gemeente gewaarschuwd, want op de website van het advocatenkantoor staat de boze advocaat beschreven als scherp en doortastend, waardoor hij een gevreesde tegenstander is voor de tegenpartij. Einde citaat.